12 uur, prachtig weer en ik ben aan de waterkant. Het leven van een pensionado valt niet mee hoor. Eerst uitslapen, dan uitgebreid ontbijten, een beetje tv en YouTube kijken, koffie drinken en dan is het alweer tijd voor de lunch. En om te gaan vissen in dit geval. Ik hoop dat de vis meewerkt vandaag, het mooie weer. Ik heb niets bijgeleerd, dus de voerstek is rechts met daarop een maïsbrokje en links stroomafwaarts, want het stroomt een beetje, vis ik met de zwerfkorf en maaien. Niet te ver weg, want ik verwacht nogal wat kinderen met rubberbootjes vanmiddag. En die maken een hoop herrie, maar blijven altijd netjes aan de overkant als je zit te vissen. Bezig. Ik word gek van de kleine vorentjes hier. Allemaal heel klein spul. Het is ingooien, trillen de top, ophalen. Of je malen zijn leeggezogen of er hangt zo'n klein visje aan. Dat bedoel ik echt klein. Zulke. Geen schepvisje tussen en alles op de maden natuurlijk. Helaas, de mais laat afweten, of liever gezegd, de bodemaarsers zijn er gewoon niet op dit moment. Ik ga nog een uurtje of twee door, denk ik. Er zit nog steeds zoveel kleine vis op mijn stek dat ik het korfje niet meer nodig heb. Ik ga het vervangen door een loodje met daarboven een paar pellets en twee kattenbrokjes. Als lokaas. Nou, dit is ook de oplossing niet. Die vorentjes die hebben de maden al te pakken voordat die de bodem raken. Ik blijf dit maar vangen. Verder niks. Achter elkaar. Echt achter elkaar door. Of drie torrepikken heb ik het wel gezien hier. De volgende keer toch maar weer gewoon naar het scheepvaartkanaal. Tot dan.